Een rode en een gele. Maar ik hoop dat jullie nog wel een paar mondelinge vragen hebben. Beste broeder Willem. Wat betreft uw opmerking over dat de Joden hem gedood hebben, lijkt het me meer dat de Romeinen dat deden. Door middel met een speer en met de kruisiging. Je hoort het vaak dat de Joden hem vermoord hebben. Ja, weet je waarom je dat zo vaak hoort? Omdat het in de Bijbel staat. Moet ik het allemaal voorlezen? Handelingen 2. Ik weet wel, sommigen willen dat niet graag horen en daar kan ik me levendig in denken. De Romeinen waren natuurlijk inderdaad de uitvoerders daarvan. Maar de Joden deden het niet omdat ze het niet mochten. Ze hebben de Heer Jezus uitgeleverd aan de Romeinen en erop aangedrongen dat die het zouden doen. En Petrus stapt daar ook gewoon overheen. Die zegt gewoon in vers 36 van Handelingen 2 aan het eind: deze Jezus die u gekruisigd hebt. Volgens u moeten we dat onmiddellijk uit de Bijbel schrappen. Want dat hebben de Joden niet gedaan, dat hebben de Romeinen gedaan. Maar Petrus zegt, u hebt hem gekruisigd. Nou, in hoofdstuk 3 is dat hetzelfde verhaal. Vers 14, u echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood. Hij spreekt niet tot de Romeinen, hij spreekt tot de Joden. En tenslotte, het komt nog wel meer voor, maar vooral in Handelingen 7 is het wel heel treffend in de woorden van Stefanus. Ik zinspeelde daar straks al even op. Vers 52 van Handelingen 7. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. Ja. Gele vraag stellen. Duidelijker kan ik het toch ook niet zeggen. Ik snap u wel en ik doe geen niks af aan het feit dat de Romeinen een grote verantwoordelijkheid daarin hebben. Pilatus voorop. En ik doe graag mee met dominee Jacob Revius. Die zei, het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruist. Het is al geschied, is dan de laatste regel om mijn zonden. Tuurlijk, dat is ook waar, maar dit is ook waar. De Romeinen hebben een grote verantwoordelijkheid, de Joden eigenlijk wij allemaal. Want als wij er gestaan hadden, wat zouden wij gedaan hebben? Wij zouden ook in die massa gestaan hebben. Want zondige mensen kunnen de volmaakt goede en de volmaakt rechtvaardige en de volmaakt getrouwe nooit verdragen. De rode vraag. Wilt u de offers aan de hand van de psalmen uitleggen? Dit ging te snel. Dat wil ik graag geloven. Maar ik heb u ook gezegd, rode vraagsteller, dat het vanzelf bij de volgende psalmen duidelijk wordt. Maar ik wil het voor uw genoegen wel even kort zeggen. Nou zegt u weer, het gaat te snel, maar we moeten het bandje maar eindeloos vaak afdraaien. Psalm 16, daar gaat het niet over het bloedig offer van de Heer Jezus. Daar gaat het over hem als het spijsoffer, als degene wiens waarachtige leven toegewijd is geweest aan de Heere God tot in de dood. Psalm 22 is het zondoffer met de nadruk op het feit dat hij tot zonde gemaakt is en dat God hem daarom moest verlaten. In Psalm 40 het brandoffer dat in zijn geheel op het altaar moest worden geofferd, dat niet gegeten mocht worden, het is helemaal voor God, het stijgt voor hem op. Brandoffer is letterlijk in het Hebreeuws ook dat wat opstijgt, wat in rook opgaat voor de Heere God, wat geheel en al voor hem is. Dat is het aspect van het werk van de Heer Jezus in het Johannesevangelie. Dat krijgt u er nu nog gratis bij, namelijk dat wij het Johannesevangelie, daar vinden wij het brandoffer. In Matthäus het zondoffer en in Marcus het schuldoffer, die twee wil ik nou niet zo verder elkaar halen. En dan zou ik bij Lucas zeggen, niet zozeer het spijsoffer, maar Lucas is ook een bloedig offer, namelijk het vredeoffer. Vraag me niet dat nu allemaal uit te leggen. Ga zelf daarmee aan de gang, of u daar wat mee kunt. Maar het zijn vier aspecten. Er is één belangrijke reden waarom wij vier evangeliën hebben. Omdat ze vier verschillende aspecten, niet alleen van het leven, maar vooral ook van het werk van de Heer Jezus belichten.
Daarom vinden we ook alleen maar in Matthäus en Marcus die woorden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En Lucas vinden we andere woorden zoals, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ook, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Terwijl in Johannes, daar wordt helemaal niet over de uren van duisternis gesproken. Daar vinden we wel de woorden, het is volbracht. Goed, dan moet u het mee doen. Psalm 69, maar dat komt allemaal nog vanzelf aan de orde als we tijd van leven hebben. Daar vind je veel meer het schuldofferaspect, waarbij het gaat om individuele schuld die een mens opbouwt. Met dat treffende sleutelwoord van de Heer Jezus, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. In het schuldoffer moest restitutie worden volbracht. Dus niet alleen maar een offer worden gebracht, er moest terugbetaald worden. De schuld moest betaald worden. Maar het offer is degene die dat onschuldig moet doen voor een ander. Wat ik niet geroofd heb, moet ik teruggeven. Het zal nog wel weer te snel gegaan zijn, maar u moet het hier maar mee doen. Wie voor een mondelinge vraag, broeder Kees? U legt er terecht, denk ik, de vinger bij dat er een aspect vergeten wordt. Als je denkt, het eerste zeggen wij, ach, de zoon werd door de vader verlaten, afgewezen. Ja. Maar u zei, let wel, door God afgewezen. Ja. Dat, mooi. Maar dan zit je s'avonds stilletjes te denken straks en dan denk je, ja, maar het was toch wel zijn vader. Hoe zit dat nou precies? Het is zelf zo, er is in onze kring, ik schaam me er een beetje voor, dokter A.F. Troost, de dichter dominee, die zegt, het kan niet waar zijn dat God zijn eigen zoon afwijst. Dus God was wel een goddelijk wezen, de zoon was wel een goddelijk wezen, maar niet de zoon van God. Ja, maar... Daar nemen we natuurlijk afstand van, maar dan gaat er in de... Ja, ik vind het jammer zelfs dat je hem noemt, want hij heeft nou echt van de drie eenheid niet veel begrepen, met alle respect. Dat wil ik hier even voor de camera wel even gezegd hebben. Nou, ik ben het van harte mee. Oh, gelukkig. Ja. Kees is het mee eens. Dus daar zijn we samen in ieder geval. Maar dat verandert niets aan het feit, en nou weer even heel bloedserieus, dat het om een mysterie gaat. Mag ik er twee tegenvragen stellen? Want ik weet dat jij dat aan kan. Is Maria de moeder Gods, ja of nee? Ja en nee. Heel goed. Snap je waarom? Ja. Iedereen, ja, hij snapt het meteen. Even voor de anderen, het is natuurlijk een katholieke uitspraak. Zelfs Luther gebruikt die trouwens nog meermalen, die uitdrukking. De redenering is, Maria is de moeder van Jezus, Jezus is God. Conclusie, Maria is de moeder van God. En toch hebben protestanten in het algemeen daar wat, dat is dat nee van Kees, wat moeite mee. Maria is niet de moeder van God, God heeft geen moeder. God is van eeuwigheid. En daarom is het enige wat je kan zeggen, niet meer dan dit. Maria was de moeder van de mens, Jezus Christus. Maar die mens is de Zoon van God. God de Zoon. Tweede vraag. Is God gekruisigd? Denk maar aan Jürgen Moltmann, zijn boek De Gekruisigde God. Luther gebruikt dat uitdrukking. De gekruisigde God. Klopt dat of niet? De God en mens, Jezus, is gekruisigd. Zeg maar weer ja en nee dus. Ja, dat is het. Dat is het spanningsveld. Je kunt niet meer zeggen dan dit... Aan het kruis stierven mensen. God kan helemaal niet sterven. God is onsterfelijk, zegt 1 Timotheus 6. Er stierven mensen aan het kruis. En die mens zegt zelfs, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar die mens is God de Zoon. Maar je moet hier niet meteen gaan zitten optellen. Oh, dus dan kun je ook zeggen, God is gekruisigd. Nee, dan ga je te ver. En zo is het ook met de mens is door God verlaten. De mens, Jezus Christus, door God verlaten... Maar zeg nou niet, hij is door de vader verlaten, de zoon is door de vader verlaten, want dat zegt de Bijbel niet. En dan kun je het beter ook maar niet zeggen. Laat het mysterie nou maar voor wat het is. Het is hetzelfde met het hoge priesterlijk gebed. Door de eeuwen heen altijd maar weer, in mijn bescheiden mening, onderdenkend het hoge priesterlijk gebed genoemd wordt. Maar een hoge priester is een mens die namens mensen tot God spreekt. Hier spreekt de eeuwige zoon tot de eeuwige vader. Dan ben je op een heel ander niveau. Ik vind het helemaal niet erg, want hij doet voorbeden voor zijn discipelen, dus ik snap het allemaal wel. Maar het is gewoon onnauwkeurig. Ja, daarvoor ben ik schoolmeester. Het is onnauwkeurig. Dat moet je niet zeggen. Dus als ik het zeg, dan zeg ik altijd het zogenaamde hoge priesterlijke gebed. Want het is eigenlijk een verkeerde benadering. Maar binnenkort gaat deze broeder 7 lezingen van mij over Johannes 17 op het internet zetten.
En daar probeer ik het allemaal uiteen te zetten. Maar het is een mysterie. Dus er zijn dingen van de Heer Jezus die je van hem kunt zeggen omdat hij mens is. En dingen van hem die je kunt zeggen omdat hij God is. Maar je mag ze nooit scheiden. Dat zei Chalcedon ook. Je mag die twee naturen, je mag die naturen nooit scheiden. Maar je mag ze ook niet vermengen. Je mag dus niet wat voor de mens geldt, dus ook zomaar op hem als God toepassen. Zoals Maria is de moeder van God of de gekruisigde God. Maar je mag ze ook weer niet scheiden. Want de mens, Jezus Christus, die uit Maria geboren wordt, is God de Zoon. De mens, Jezus Christus, die stierf van het kruis, is God de Zoon. Maar meer moet ik niet zeggen. Je moet in de theologie ook weten wanneer je mond moet houden. Voor mij best wel eens lastig. En je hebt net dat je apotheker bent, je bent geen theoloog. Dan moet het toch een stuk makkelijker zijn eigenlijk. Zeg maar, wie nog meer? Wie nog meer? Regel 7 uit de psalm. Daar wordt gezegd, maar ik ben een worm en geen man. Dat woord worm. Waar komt dat vandaan? Ik vind het een beetje... Ja, in eerste plaats wil hij daarmee natuurlijk uitdrukken zijn geringheid, zijn nietigheid. Net als dat staat, wormpje Israël. Jullie zijn een volkje van niks. Een van de kleinste volkeren zegt Mozes al in Deuteronomium 7. Maar er zit nog een diepere gedachte in. Maar dat vertel ik dan niet in de preek. Die krijg je er nu als bonus bij. Het woord voor worm is hetzelfde woord als voor scharlaken. En als je dus de vier kleuren in het heilige... Je komt elke keer op dat getal 4 terecht. Dat is wel bijzonder. Die vier kleuren die je ook weer met de vier evangelieën kunt verbinden. Die vier kleuren. Het blauwpurper, het roodpurper, het scharlaken en het wit van het linnen. Die hebben alle vier ook weer te maken met verschillende aspecten van de persoon en het werk van de Heer Jezus. Waarbij scharlaken, juist omdat het over het zondoffer gaat hier, met Matthäus verbonden wordt. Het blauw-purper, dat is zijn hemelse afkomst, dat is Johannes' evangelie. En dan heb je nog het rood-purper en het witte linnen. Witte linnen is natuurlijk Marcus, de dienstmeid. Het rood-purper is Lucas. Mag je allemaal zelf weer uitwerken. Dat is thuiswerk voor de volgende keer. En als je... Wat is scharlaken. Gaat het weer te snel? Ja. Het is ook niet zo simpel allemaal. Maar als je zegt, nou dat zie ik zo niet, dat is helemaal niet erg hoor. Dat is natuurlijk toch maar een... Ja, dit is geen Bijbelse waarheid die je moet slikken om behouden te kunnen worden. Maar het is mooi dat mensen daar zo over nadenken. Zeggen, hey, merkwaardig, weer het getal 4. Zou je die vier kleuren in verband kunnen brengen met de evangelie? Nou, soms klinkt het tamelijk aannemelijk in de oren, andere keren meer en minder. Het is niet belangrijk, is niet zo doorslaggevend. Wie nog meer? Klein vraagje. U zegt David dat... Ja, dat kan hij zelf zo nooit meegemaakt hebben. Dus het moet wel een synoptere Jezus. Het is profetisch. Maar is er toch geen aanleiding om te zeggen... Ja, David is vanuit de dingen die hij meemaakt... Daardoorheen is hij gaan synoptere Jezus. Is het profetisch geworden. Maar het staat natuurlijk niet helemaal los van hem. Nee, dat klopt. Dat klopt. Hij moet natuurlijk... Daar ben ik helemaal mee eens. Hij moet natuurlijk wel dingen hebben meegemaakt die hierop lijken. Alleen... hij kan het... nooit zo hebben meegemaakt. Hij zal niet zo gedacht hebben, kom, laat ik eens een mooie Messiaanse psalm schrijven. Zo was het natuurlijk ook niet. Hij heeft dingen meegemaakt, maar de manier waarop hij dat formuleert, doet me echt denken aan 1 Petrus 1, waar we lezen van de schrijvers van de oude dag, dat ze vaak dingen opschreven die ze zelf niet begrepen. Ze hebben geprofeteerd over het lijden en sterven van Christus op een wijze die ze zelf niet konden bevatten. Ze vroegen zich af, waar heb ik het, waar gaat dit over, wat ik zelf opschrijf? En dit vind ik zo'n prachtig voorbeeld daarvan. Nee, dit heeft ongetwijfeld te maken met dingen die hij zelf heeft beleefd. Of het nou op de vlucht voor Saul was of op de vlucht voor Absalom. Maar dat zal wel bij een van die twee perioden horen. Maar tegelijkertijd gaat het daar zo ver bovenuit. Dat verschillen zijn veel groter dan eventuele overeenkomsten met zijn eigen levensomstandigheden. Maar je hebt gelijk. De aanleiding zal wel in zijn eigen leven gevonden moeten worden. Wie nog meer? Schaam u niet. Als ik het niet weet, zeg ik het gewoon. Hier is een vraag. Oh, ja, ik weet niet wie de eerste was, maar de dames, laten we de dame maar voorrang geven. Maar eigenlijk komt het
door wat u zei, dat u het had over de Romeinen. Romeinen hebben uitgevoerd wat de Joden gedaan hebben. Ik moest deze week denken vanwege die Nashville-verklaring. Toen dacht ik, wat doet de wereld nu van wat wij verzaakt hebben? Ik weet niet of u dat kan volgen wat ik zeg. Maar al te goed. Ik heb zo gebeden dat niemand over die Nashville-verklaring zou beginnen. Nee, niet letterlijk hoor, niet letterlijk. Nee, mevrouw, ik ben met alle partijen die zich daarin gemengd hebben ongelukkig. Want natuurlijk maakt de wereld die misbruik van, maar het is ook een zeer ongelukkig stuk. Het is een stuk van mensen die te weinig nagedacht hebben. Ze bedoelt, dat denk ik niet alleen, dat weet ik wel zeker. De inhoud vond ik... Ja, nou, maar daar gaan we nou niet... Kijk, je kunt soms iets zeggen wat je goed bedoelt. Ik zal u een voorbeeldje geven. Dat heb ik van een oude wijze leermeester geleerd. Stel u voor, u bent met uw hond op een berghelling van een vulkaan die zojuist is uitgebarsten en het water en dat lava stroomt naar beneden. En u zit op een veilige afstand uit te kijken. Ineens pakt u zomaar als een gril een stokbeet en die gooit u in die lavastroom. En die hond springt daar onmiddellijk achteraan en komt op een vreselijke wijze aan zijn einde. Had die man nou schuld of niet? Die man zei, ik weet nergens van, ik heb alleen maar een stok in die lavastroom gegooid. Nou, dat is wat de verklarers gedaan hebben. Die hebben alleen maar een stok in de lavastroom gegooid. En het is een beetje als Aaron, om ook een Bijbels voorbeeld te gebruiken. Aaron zei, ja, ze hebben allemaal hun goud gebracht en dat heb ik in het vuur gegooid. En toen kwam dit kalf eruit. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Letterlijk staat het zo, hè. Ik heb het in het vuur en toen kwam het kalf eruit. Mevrouw, dat noemen we in goed Hollands smoesjes. Als je zo'n verklaring op zo'n gevoelig thema, waarvan je weet dat zoveel mensen daar heel verschillend over denken, maar vooral mensen zelf. Er waren ook verklaringen van onze homofiele mede-christenen die daar zeer verdriet over zijn, over deze verklaring. Dit is een stok in de lava gegooid door zeer onnadenkende mensen. En zo moet het niet. Dit is zo'n teer onderwerp. Als we dat doen, laten we dan alsjeblieft niet bij de Amerikanen te raden gaan. Sommigen van hen heb ik zeer lief, maar niet in deze dingen. Laten we dat dan wijze Nederlanders voor kiezen van alle partijen en die daar heel lang over laten nadenken. Laten we vooral ook homofiele christenen daarbij betrekken. En dan komt er misschien, als we ooit het lef hebben en we menen daartoe geroepen te zijn, iets moois uit. Dit is een gemiste kans die de zaak alleen maar erger gemaakt heeft. Ondanks dat het een goede stok was. Maar je moet hem niet in de lava gooien als je hond naast je zit. Snap u het beeld? U hoeft niet met me eens te zijn hoor, maar... Is het soms ook niet een kwestie van tact? Paulus ziet al die afgoden en hij zegt niet tegen die Athene, gebruik met die troep. Hij zegt, ik heb wat beters. Wat u godsdienstig bent, maar dan komt hij op zijn punt, op zijn manier. Precies. Ik heb wat beters, zegt hij. Goed, Nashville-verklaring is hiermee gesloten. Geen vragen meer daarover. U was aan de beurt, meneer. U zegt, toen God hem verliet, was het, als ik het probeer te begrijpen, was het moment dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt werd. Ja. Bij mij komt het beeld een beetje over van de zondebok. Is dat een goed beeld? Ja, zeker. Dat is een heel goed beeld. Dat beeld komt. De vraag is, bij mij komt het beeld boven van de zondebok. En dat is een zeer goed beeld, want dat vinden we in de Bijbel, in de inzettingen van Yom Kippur, grote verzoendag, Leviticus 16. En daar zien we twee dieren die samen, eigenlijk drie, maar die twee bokken horen bij elkaar. Dat ik niet ingewikkeld maak. Die twee bokken geven twee kanten van het werk van de Heer Jezus weer. De ene bok is wat we oude theologen noemden de satisfactio. Dat heet in modern Calvinistisch Nederlands genoegdoening. Genoegdoening. Verzoening door voldoening. Dat is wat het deed. Dat is de bok voor de Heer. De andere is de substitutio. Als je trouwens Engels kent, zijn al die woorden makkelijk. Satisfaction en substitution. Substitutie betekent plaatsvervanging. De een is genoegdoening, de ander plaatsvervanging. Het ene is wat nodig is door God, het andere is de zondebok op wie de zonden van het volk geladen werden. Aaron beleed, dat is heel treffend, beleed de zonden van het volk op de kop van de bok.
En die bok werd weggezonden de woestijn in waar dat beest omkwam. En daarmee kwamen die zonden als het ware om. Dus die beide aspecten zijn tegelijkertijd aanwezig. En je hebt die twee dieren nodig, die twee bokken waarover het lot geworpen werd, om die twee aspecten tot uitdrukking te brengen. Want ze brengen twee zeer belangrijke zaken aan het licht. En ja, ik noemde ook op Psalm 69. Je vindt die aspecten in de psalmen terug, maar natuurlijk in een redelijk verborgen vorm. Omdat het pas allemaal echt zichtbaar kan worden als de Heer Jezus zijn offer inderdaad gebracht heeft. En de apostelen ons uitleggen wat de betekenis daarvan is. Dan pas wordt het helemaal helder. En dan pas gaan we terug naar Leviticus 16 en dan zeggen we, hey, is dat niet wonderbaarlijk? Die twee kanten van het werk van de Heer Jezus vind je daar in die twee bokken terug. Ik vergiste me even, omdat het komt omdat er voor eerst nog een stier gebracht werd voor het huis van de Aaron. Maar laat ik het maar niet ingewikkelder maken dan het is. Helpt dat een beetje? Wie nog meer? Ja, jullie mogen pas om 10 uur naar huis hoor, dus ik zou maar gewoon doorgaan met vragen stellen. Dit is je kans. Ik zeg wel eens, ja, gaat u gaan. Ik denk eigenlijk dat God zelf, of jij zelf zijn leven hebt afgelegd en niet de mens de schuld is van de dood. Maar ook dat hebt u volkomen gelijk aan, maar dat is weer de helft van de waarheid. Dat is vaak zo in het leven. Even herhalen, u zegt, de Heer Jezus heeft zelf zijn leven afgelegd. Precies, waar staat dat? Dat weet ik niet. Maar... Hij vindt jammer nou toch. In Johannes 10 zegt de Heer Jezus dat, in vers 17 en 18. Niemand neemt het leven van mij. Ik leg mijn leven af en ik zal het ook weer nemen. Dat is even waar als dat anderen hem van het leven beroofd hebben. En ik zei dat proberen duidelijk te maken. Als hij zegt, dat is ook typisch voor het Johannes-evangelie, zul je niet gauw in een andere evangelie aantreffen. Daar zegt hij, als God die mens geworden is, maar God gebleven is, dat hij bij machte is dat menselijk leven af te leggen als het hem behaagt. En terug te nemen als het hem behaagt. Je ziet dat in de opstanding. Er zijn twee woorden voor opstanding. Het ene is opgestaan. En het andere is opgewekt. Hij is opgewekt door God. Dat is passief. Hij is opgestaan uit de doden. Dat is actief. Dat deed hij zelf. Maar dan moet ik jullie iets droevigs vertellen. Ik ging een tijd geleden voor in een hervormde dienst. En daar zongen we dit lied. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En toen bleek dat hervormde onverlaten dat laatste couplet hadden veranderd. En toen dacht ik, dat is toch niet... Daar staat, hij rees uit het graf in eigen kracht. Want hij is God bekleed met macht. En ik weet niet hoe de tekst nou veranderd was. Terwijl het nou zo essentieel is, omdat hij God is, kon hij dat leven ook weer tot zich nemen wanneer hij wilde en opstaan. Maar ze hadden ervan gemaakt, door zijn vaderskracht. Hij rees uit het graf door zijn vaderskracht. Want hij is God bekleed. Dus de hele clue, sorry dat ik dat woord gebruik, ging daarmee teloor. Goed bedoeld, maar omdat men het niet begreep. Hij staat op als God die mens geworden is en zijn menselijk leven zelf heeft afgelegd en het weer terugneemt. Maar het is even waar dat mensen hem van het leven beroofd hebben. Dat hebben we net gelezen in al die versen en handelingen. En dat God hem dat leven teruggeeft. Romeinen 6 vers 4, hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dat vind je trouwens vaker, hè? Hij legt zijn leven af, maar hij sterft ook. Het leven wordt ook genomen. Hij staat op en hij wordt opgewekt. Hij vaart ten hemel en hij wordt in de hemel opgenomen. In de eerste uitspraken gaat het altijd over zijn goddelijke majesteit. In de tweede uitspraken altijd over wat God doet met de mens Jezus Christus. Ik probeer dat nooit onder een noemer te krijgen. Chalcedon, wat dat betreft, is een wonder van God geweest. Zo mooi geformuleerd. 1 persoon, 2 naturen. Naturen die nooit vermengd mogen worden en ook nooit gescheiden mogen worden. Het is toch bijzonder dat alle christenen, bijna alle christenen op aarde daarover eens zijn. Op de orthodoxe christenen dan bedoel ik. En dat zijn maar een paar kerken die Chalcedon verworpen hebben. En dat wil helemaal niet zeggen dat ze daar niet behouden kunnen worden. Want die zeggen dan bijvoorbeeld dat zijn menselijke natuur opgegaan is in zijn goddelijke natuur. Het is ook moeilijk. Maar ik ben wel erg blij dat Chalcedon het zo geformuleerd heeft. Ik weet het nog steeds niet hoe je het beter zou moeten formuleren. Dan ze dat in 451 na Christus hebben gedaan.
Dankjewel, dat is een goede vraag. Geeft toch weer mooi die twee kanten aan van de zaak.